Het einde van het schooljaar is door. De laatste weken van het schooljaar, zegt de meester Gastjes, zegt hij, ik ben echt zo content, zegt. Iedereen is geslaagd. Iedereen mag naar het tweede leerjaar. Proficiat, zegt hij. En mag hij nog een keer de proef overlopen, zegt hij. Vooral de rekenproef, zegt hij. Basielke, zegt hij, hij heeft er geen grote fouten gemaakt. En al de rest is dat juist. Dat kan niet zijn, zegt Basielke. Pijs dat de rest allemaal mis is en dat ik juist ben. Doet, zegt de meester. Kijk, gewoon nog een keer het vraagstuk generaal, zegt hij. In het bos, zegt hij, staat daar een boom en zitten daar 5 vogeltjes op. Passeert daar een jager, hij ziet dat, hij neemt zijn geweer, hij schiet daar 1 vogeltje van af. En de vraag was, hoeveel blijven er zitten? En het antwoord is 4, zegt de meester. Ja, doe het, zegt Basielke, dat is niet juist. Wat doet, zegt de meester, blijft het niet in, zegt Basielke. Wat ga ik wat vertellen, zegt hij. Als die jager er eentje van af schiet, gaan die anderen wegvliegen. Ja, zegt de meester, ja, toch, zegt hij, het antwoord was 4, maar, zegt hij, uw manier van denken, dat vind ik goed, zegt hij. Ah, zegt Basielke, maak u ook een keer vroegje staan? Ja, zegt de meester, doe maar, zegt hij. Alles kan, zegt hij, in de laatste week van het schooljaar. En wat, zegt Basielke, in het park staat aan een bank en er zitten er 3 vrouwen in. En zijn alle 3 een crème in de hand. Als je een toetje met 2 bolletjes hebt. En de eerste lekt eraan, de tweede bit erin en de derde zuigt eraan. Wie van de 3 is er getrouwd? Ja, de meester staat een beetje zijn oor te scharten natuurlijk, zegt hij. Ja, of pijst hij eens nee, ik ga toch wat moeten zeggen, zegt hij. Ja, en wel, zegt de meester, ik denk die derde, zegt hij, die eraan zuigt. Nee, zegt Basielke, die met een trouwring kan. Maar, zegt hij, uw manieren van denken ben ik vrij goed.